Welkom dames en heren, welkom bij de webinar Veldwerk met ArcGIS voor op school. Dit webinar gaat over data verzamelen, analyseren en presenteren en hoe u dat als docent kunt doen met leerlingen bijvoorbeeld. Ik zal onszelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Tom Kuipers, ik ben GIS onderwijscoördinator en naast mij zit mijn collega Michiel. Ik ben Michiel Leroux en ik ben verantwoordelijk voor het materiaal dat gemaakt wordt voor ArcGIS Online. Dus zeg maar het lesmateriaal wat gebruikt kan worden. Ja, en ook dit webinar hebben wij een leerdoel. En dat leerdoel is, aan het einde van deze webinar weet u hoe u de mogelijkheden van ArcGIS voor op school kunt gebruiken om modern omgevingsonderwijs, oftewel veldwerk, voor te bereiden en uit te voeren. Nou, om dit leerdoel te behalen hebben we een programma samengesteld. En dat wil ik graag even toelichten. We beginnen straks even met uitleggen wat het ArcGIS voor op school programma inhoudt en hoe ESRI daarbij is gekomen. Dan willen we wat inhaken op de wereld van GIS en hoe organisaties in Nederland ArcGIS inzetten. En ook hoe dat past bij het onderwijs. Vervolgens gaan we naar het praktische gedeelte. Hoe u veldwerk kunt voorbereiden en dat doen we dan met Survey 1, 2, 3. Nou, hoe u vervolgens de resultaten van het veldwerk kunt visualiseren in ArcGIS Online. En uiteindelijk de resultaten ook mooi kunt presenteren en dat is met een story map. En al die middelen zijn toepasbaar met de ArcGIS voor op school. Nou, we zullen afsluiten met een stukje hoe u verder kunt leren, welk lesmateriaal daarvoor beschikbaar is en hoe u daar kunt komen. Dus om te beginnen gaan we even kort een introductie geven van het ArcGIS voor op school programma. Nou, allereerst even wat over ESRI zelf. ESRI is een Amerikaans bedrijf gestart in Californië en eigenlijk dit jaar 50 jaar geleden. Dus het bedrijf bestaat dit jaar 50 jaar. Nou, historisch gezien heeft het altijd al een band met het onderwijs en dat is in die 50 jaar gegroeid tot meer dan 7000 onderwijsinstellingen wereldwijd. ESRI Nederland, dat is gevestigd in Rotterdam en in Zwolle. En wij benaderen eigenlijk Nederlandse organisaties die willen leren of werken met ArcGIS. Ook Nederlandse onderwijsinstellingen helpen wij bij hun doelen te bereiken. En sinds vorig jaar ook voortgezet onderwijs met ArcGIS voor op school. Nou, en hoe kunt u ArcGIS voor op school nu plaatsen binnen ESRI? Nou, ArcGIS voor op school is een onderdeel van de ambitie van ESRI Nederland om te kunnen werken met GIS door iedereen, overal en op elk device. En middelbare scholieren die daarmee kunnen leren, dat sluit natuurlijk heel goed aan. Dus daar gaan we ook nu even op in. Hoe zit dat nou hoe past het nou bij het schoolvak adreskunde? Nou, voor het VMBO staat er ook wat in de eindtermen. De leerling kan met WebGIS-applicaties digitale kaarten selecteren, lezen, analyseren en interpreteren. Nou, met ArcGIS voor op school is dat allemaal te doen. Je kunt het ook zelf maken. En als we dan kijken naar het schoolvak HAVO-VWO, dan zie je dat daar iets meer bij komt kijken met GIS. Dus een leerling moet hier een GIS-applicatie kunnen gebruiken om data te verzamelen, te selecteren, te bewerken, visualiseren, analyseren en ook presenteren. En al die mogelijkheden zijn te doen met ArcGIS voor op school en dat online, dus je hoeft geen installaties te verrichten. Nou, een van die dingen is het veldwerk, dus het verzamelen van data, maar ook het interpreteren, het analyseren en het presenteren. En het visualiseren moet ik zeggen. Gaan we het nu laten zien eigenlijk in deze webinar. ArcGIS voor op school heeft een website. Nou, mocht u zelf voor uw school ArcGIS voor op school hebben aangevraagd, dan bent u waarschijnlijk bekend met deze website. Die wil ik nu even laten zien nog. Dus ik ga naar de website toe, dat is deze website. En op de homepagina van deze website staat beschreven wat ArcGIS voor op school inhoudt. Wat meer achtergrondinformatie. Nou, het tweede tapje is lesmateriaal. Daar hebben we zelfgemaakt Nederlandstalig lesmateriaal gezet. Dat u kunt gebruiken om zelf te leren werken met ArcGIS. Dus voor het maken van veldwerk, voor het maken van kaarten, voor het maken van storymaps. Maar ook voor leerlingen geschikt om hetzelfde te kunnen bereiken eigenlijk. Nou, het lesmateriaal is gemaakt in de vorm van een storymap. Ik wil er nu even eentje uitpikken. Dat is deze Brazilië, over Brazilië. En deze storymap, dus dit lesmateriaal, behandelt Brazilië vanuit twee dimensies. De sociale en economische dimensies. En dat past ook mooi bij het eindexamenonderwerp Brazilië. Elke storymap is eigenlijk opgebouwd uit een stukje tekst. Waar aan de linkerkant beschreven staat welke stappen je kunt ondernemen. En rechts wordt er
voorgedaan eigenlijk hoe je die stappen kunt zetten in de ArcGIS online. En zo kunt u zien waar u moet klikken, maar kunt u ook lezen wat de bedoeling is van die klik. En zo hopen we de drempel om te leren met ArcGIS te verlagen, zowel voor docenten als voor leerlingen. Even terug naar de webpagina waarop u het lesmateriaal kunt vinden. Dus hier ziet u het lesmateriaal staan om zelf dingen te maken of leerlingen dingen te laten maken. Daarnaast zijn er onder het kopje kaarten ook kant-en-klare kaarten en storymaps te zien. Die kunt u inzetten in uw klas om bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen te bespreken en zo de onderwerpen te behandelen. Nou, ook hier wil ik een voorbeeld van uitpikken. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de bouwjarenkaart van Amsterdam. Die heb ik al even opengezet. Nou, dit is een kaart die laat zien hoe Amsterdam door de tijd heen groeit. En dit geeft inzicht in de historie van Amsterdam. Maar ook kunt u deze kaart of deze tijdlijn eigenlijk gebruiken om bepaalde onderwerpen in Amsterdam, zoals de woningbouw, type bebouwing, maar ook sociale problematiek of sociale ontwikkelingen te bespreken. En op deze manier kunt u dit onderwerp of dit soort onderwerp behandelen. Dus dit zijn kant-en-klare dingen. Even terug naar de PowerPoint. Nou, zo heeft u gezien waar u het lesmateriaal kunt vinden. ArcGIS wordt natuurlijk niet alleen ingezet in het onderwijs. SRI heeft klanten in allerlei sectoren die ArcGIS inzetten om hun processen te verbeteren. En ook goed rond te krijgen. Voorbeelden van klanten zijn gemeentes, provincies, waterschappen. U ziet hier het lijstje staan. Het is dus een veelheid van sectoren waar ArcGIS gebruikt wordt voor de processen. Ik wil nu eigenlijk wat voorbeelden laten zien van een paar klanten die interessant kunnen zijn om ook in het onderwijs toe te passen. En zo ziet u eigenlijk ook dat onderwijs en organisaties samen kunnen werken om bepaalde onderwerpen te behandelen, zodat ook de kennis van GIS toeneemt. Want de GIS-sector of de geosector is een van de grootst groeiende sectoren waar ook veel werkgelegenheid in is en in komt. Dus het is hartstikke handig als leerlingen, dus de werknemers van de toekomst, al kennis maken met GIS en weten dat het bestaat, wat ermee kan allemaal en zo voorbereid zijn op een toekomst. Dan ga ik even de voorbeelden laten zien. Allereerst een storymap. Wellicht nu al bekend wat een storymap is. Nou, in deze storymap laat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard het jaaroverzicht van 2017 zien. Ze laten zien wat voor projecten ze allemaal hebben gedaan en beschrijven die projecten ook. Dus waarschijnlijk voor de werknemers zelf, maar ook voor de burger. Nou, hier zien we een onderdeel over de klimaatverandering en wat ze daaraan hebben gedaan. Even doorscrollen, rechts ziet u het kaartje van het werkgebied waar zij in actief zijn. Ze hebben een test uitgevoerd om het wateroverlast in beeld te brengen. Maar ze benadrukken ook dat de burger zelf iets kan doen om de stad klimaatbestendig te krijgen. Dus dat organiseren ze allemaal in deze storymap. Nou, tweede voorbeeld is ook van hetzelfde Hoogheemraadschap. Om de burger te informeren over de waterkwaliteit, maar ook de waterhoogte, actuele waterhoogte. Op elk puntje wordt de waterhoogte in dit geval gemeten. En hier ziet u de waterstand. Ook de waterafvoer wordt in kaart gebracht. De watertemperatuur, het zoutgehalte, de neerslag en ook de waterkwaliteit. Dan gaan we naar een heel ander voorbeeld. Dat is van het voorbeeld van Senshaag van de gemeente Zwolle. Van de stad Zwolle. Er is een nieuwe wijk aangelegd en dat heet Stadshagen. En in die Stadshagen, in die wijk, hebben ze allerlei sensoren geplaatst op allerlei gebouwen, huizen. De burgers mochten zelf ook een sensor plaatsen. En zo wilden ze inzicht krijgen in het microklimaat in de wijk. En dat willen ze nog steeds. Dat zijn ze actief aan het onderzoeken. Met allerlei partners zoals de universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Nou, hoe zien de resultaten er dan uit? Dat worden allerlei grafiekjes en kaarten, allerlei grafiekjes en kaarten weergegeven. En zo proberen ze dus het microklimaat in kaart te krijgen. Nou, een voorbeeld is dus deze kaart van Stadshagen. Hier zijn alle meetpunten zichtbaar. En als je op een meetpunt klikt, zie je ook wat er gemeten wordt en wat de resultaten zijn. Nou, dus de huidige temperatuur, de fijnstofgehalte, het stikstofgehalte, luchtdruk enzovoorts. Dus op deze manier proberen ze de wijk meer inzicht te krijgen in de wijk. En ook scholen doen hier actief aan mee om te kijken
hierover te leren, eigenlijk over dit soort onderwerpen. Ten slotte nog één voorbeeld van de gemeente Hellevoetsluis. Gemeente Hellevoetsluis die wil de burger betrekken bij hun beleid. En die vragen ook actief om mee te doen en meldingen te maken in de openbare ruimte. Dus bijvoorbeeld als zij afval zien liggen, veel afval, en dan dat blijkbaar al een tijdje ligt, dan kunnen ze een melding maken, zodat de gemeente daar beleid op kan voeren. Nou, hier zie je allerlei meldingen die gedaan zijn in kaart gebracht. De kleur geeft aan wat de status is van de melding. Groen is al een opgeloste melding en rood moet nog wat aan gedaan worden. Nou, als burger kun je dus zelf een melding maken, daarom ook het tweede tapje. En die kan ik even openzetten. Dus u kunt, u als burger van Hellevoetsluis zou ook een melding kunnen maken. Laat even, dat is een formuliertje waarin je melding kan beschrijven, een locatie kan meegeven en dan kan invoeren. Iets vergelijkbaars, waarbij je zelf dus data verzamelt met leerlingen bijvoorbeeld de wijk in gaat en data verzamelt met zo'n formulier en dat in kaart brengt, kunt u zelf ook doen. Dat gaan we nu laten zien en daarom geef ik het woord nu aan mijn collega Michiel, die dat gaat laten zien. Ja, dankjewel Tom. Ik heb even het scherm opengezet dat u te zien krijgt als u in uw eigen portaal inlogt. Als u als beheerder inlogt, dan zal u wellicht een ander scherm te zien krijgen. Dan komt u automatisch op een organisatie terecht. Maar als een leerling of een lid van het portaal inlogt, dan is dit het beginscherm. En via dit beginscherm kunnen we bij de survey app terechtkomen. U ziet hier het menu. En als u op deze 9 bolletjes of vierkantjes klikt, dan openen er een aantal apps. En die apps die hangen als het ware samen met ArcGIS Online. Waaronder ziet u hier Story Maps. Die gaan we straks gebruiken om onze gegevens te presenteren. Maar ook Survey 123. Als u op Survey 123 klikt, dan opent een scherm in de browser. En dan vindt u hier al uw gemaakte surveys. Die kan u vervolgens hier ook weer op aanpassen. En als ik een nieuwe survey wil maken, dan klik ik hier bovenin op een nieuwe survey maken. En dan wordt er een aantal gegevens gevraagd. En in dit geval gaan we een casus behandelen voor de gemeente Rotterdam. Die graag hun zwerfafval in kaart gebracht ziet worden door bijvoorbeeld leerlingen. Dus de naam van de survey is in dit geval zwerfafval in Rotterdam. U kan eventueel een label toevoegen. Dit helpt de survey gevonden te worden. Alleen in dit geval is dat niet zo heel veel van belang, dus ik noem het gewoon zwerfafval. In de samenvatting kan u een beschrijving geven van hoe een leerling bijvoorbeeld de survey moet invullen, want dit is zeg maar het bovenste stukje wat zo meteen aan de survey komt te staan. Dus dat noem ik ook even zwerfafval. Kunnen we zo meteen eventjes zien waar dat komt te staan. En dan klik ik op maken. En als ik op maken klik, dan duurt dat eventjes, want hij gaat zeg maar alle lagen en mapjes die nodig zijn voor de survey, gaat die aanmaken. Dus dat ja, dat duurt gewoon even meer wat technische achtergrond waar u zelf geen omkijken naar heeft. Dan opent de survey beelden als het ware, waarbij je hier de survey te zien krijgt. Ziet hier al gelijk hier de samenvatting die ik net heb ingevuld. Dus hier komt dan de tekst staan die u voor uw leerlingen mee kan geven. Bij toevoegen gaan we een aantal vragen en opties toevoegen. In dit geval willen we de locatie weten van zwerfafval. Dus locatie is in dit geval essentieel. En die voegen wij toe door op GeoPoint te klikken. De label is altijd de vraag, zeg maar, voor het object, dus voor de vraag. En die noemen we in dit geval locatie. En we kunnen nog een extra opmerking meegeven voor bijvoorbeeld leerlingen. En dat noemen we dan waar. Ben je? Vraagteken. We kunnen een bepaalde basiskaart selecteren. Die kan u hier selecteren. Maar topografisch is in dit geval prima. En we kunnen even een middelpunt waar de survey als het ware start. Dus het centrum van Rotterdam. Als de survey wordt geopend op de telefoon, dan zal de telefoon automatisch vragen om locatie. Dus dan hoeft de leerling dat niet
vervolgens zelf nog in te stellen. Dan pakt hij gewoon de locatie van waar die telefoon op dat moment bevindt. Dan is het ook nog belangrijk dat u de vraag verplicht maakt. Ziet hem hier verschijnen met het beginpunt in het centrum van Rotterdam. Dan hebben we de locatie hebben we nu toegevoegd. Vervolgens gaan we een vraag toevoegen. Van tevoren is het belangrijk dat u bekijkt van wat voor vraag ga ik stellen, wat voor antwoord komt daaruit. U kan bijvoorbeeld kiezen voor een enkele tekstregel of een tekstvak. Als u bijvoorbeeld alleen een tekstregel of een tekstvak doet, dan krijgt u bij dat puntje krijgt u een bepaalde tekst waar u vervolgens niet op kan klassificeren of visualiseren. Dus u krijgt dan wel het puntje te zien in de kaart, maar kan er vervolgens niks mee. Kies u bijvoorbeeld voor een cijfer of een beoordeling, dan krijgt u een resultaat. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn cijfer 1 tot en met 10. Dan geven leerlingen bijvoorbeeld een cijfer voor een plek. En dan kan u visualiseren op kleur. En dan zegt u 1 is rood en 10 is groen. In dit geval willen we klassificeren op type zwerfafval. En dan kiezen we voor in dit geval een drop-down menu. Vullen we als label, dus de vraag is type zwerfafval. In dit geval hoeft er geen extra opmerking bij toegevoegd te worden. U kan hier een aantal keuzes opgeven. Dus in dit geval plastic, karton, misschien huisvuil. En u kan ja, evenveel keuzes als u wil kan u toevoegen. Dus we doen er nog eentje aan toe en dat is bijvoorbeeld kauwgom. Je kan ook nog de optie overig aan toetsen waarbij een leerling zeg maar zelf een antwoord in kan vullen. Die komt dan uiteraard op de kaart wel te staan als overig. Deze vraag wordt ook verplicht. Dus we stellen hem in als verplichte vraag, zodat de leerling niet kan vergeten. En als laatste wil ik nog één ding toevoegen en dat is een afbeelding. Zodat een leerling een foto van de type zwerfafval kan maken en kan toevoegen. En dat doet u heel simpel door afbeelding toe te voegen. Afbeelding toe te voegen. En we noemen dat foto. Maak een foto. Uitroepteken. En die hoeven we niet per se verplicht, dus die hoeft niet per se meegegeven te worden. Even, mocht er iets fout gaan, even de survey opslaan. We zijn nog niet helemaal klaar, want we gaan nog eventjes kijken van wat we nog meer aan kunnen passen. U ziet hier de survey zoals die ook op de telefoon of op het web wordt weergegeven. Je kan u naar harte lust zelf aanpassen. U kan de kop uit en aanzetten. De beschrijving die aan de onderkant uit en aanzetten. Misschien zelf nog een foto toevoegen, maar dat kan u zeg maar zelf aanpassen. Wat nog wel belangrijk is om de instellingen te veranderen. Als een leerling een survey heeft voltooid, is dit het scherm wat de leerling te zien krijgt. Die kan u zelf aanpassen. Misschien een ander plaatje of misschien een andere tekst. Maar van belang is dat u onderaan dit vinkje aanzet, zodat de leerling de survey nogmaals kan invullen. Ik moet hem nog een keer opslaan. En van belang is dat u de survey publiceert als alles naar wens is ingevuld. Mocht u zeg maar nog wat willen veranderen, dan dient u de survey weer op te slaan en nog een keer te publiceren. Dus in dit geval is de survey naar mijn wens. En ik druk op publiceren. En nogmaals op publiceren. En nu wordt de survey openbaar gemaakt. Maar wat we vervolgens nog moeten gaan doen is de survey openzetten, zodat iedereen de survey kan gaan gebruiken. Dus hij is nu gepubliceerd, maar nog niet open. Dus nog niet mogelijk om samen te werken. Als ik hier dus op samenwerken klik, dan zijn er een aantal opties hoe ik mijn survey kan delen. Ik kan hem openbaar zetten, zodat iedereen hem kan maken. Maar ik kan ook ervoor kiezen om de leden van de organisatie, dus de leden van de school, alleen te maken. Of met een bepaalde klas, een bepaalde groep. In dit geval voor mij is het iedereen.
En dat sla ik op. Dus iedereen zou deze survey nu kunnen maken. En hoe deel ik hem dan? Dat kan op een aantal manieren. Dat kan door deze link te delen. De URL te kopiëren, de QR-code. Dus kunnen leerlingen van het bord kunnen deze QR-code scannen. Of ik open hem gewoon hier zo in mijn browser. Hieronder zijn al een aantal opties. We hebben ook een app, een survey-app. Het voordeel hiervan is dat leerlingen dan de gegevens die zij verzamelen niet gelijk hoeven te publiceren. Dus die gegevens die kunnen ze dan later, als ze op school komen en wifi hebben, kunnen ze dat dan op school verzenden, zeg maar. Dus leerlingen zonder internet op hun telefoon, die kunnen ook de survey bedienen. Voor het resultaat zal ik de survey even één keer invullen. Ik zal even wat inscrollen op Rotterdam. Maakt niet zo heel veel uit. Hier heb ik karton gevonden. Even een foto toevoegen. Karton. Open hem. En ik doe de survey verzenden. De survey is verzonden. Dan ga ik weer terug naar mijn beginscherm, dus waar we de survey hebben gemaakt. En dan hebben we nog twee andere kopjes, analyseren en gegevens. Als ik op analyseren klik, dan dat kopje zegt het eigenlijk al, worden een aantal resultaten die we hebben gemaakt worden weergegeven. En als ik bij gegevens kijk, zie ik mijn record, dus mijn survey die ik heb ingevuld, zie ik hier staan, die klik ik aan. En dan staat hier de foto van het karton. Ik ga hem nog een keer invullen. En een andere locatie zoeken, zodat we ze zo meteen op type kunnen klassificeren. Kauwgom, heb ik even geen foto van. En ik doe hem nog een keer. Van een andere plek nog, wel in de buurt van Rotterdam. Plastic verzenden. Dus alle gegevens die verzameld zijn, die kan u benaderen via de app, dus via de browser. Maar u kan er ook voor kiezen om hem te benaderen via uw eigen content. Hoe komt u daar nou? Dit is weer even de homepagina. En dan ziet u daar bovenaan content staan. Er wordt eigenlijk automatisch een mapje aangemaakt. Waarin de bepaalde gegevens worden verzameld. Dus bepaalde lagen zijn aangemaakt. En dan ziet u hier zwerfafval in Rotterdam. Die klik ik aan. Er zijn een aantal lagen beschikbaar. De zwerfafval in Rotterdam laag, die gaan we visualiseren. Dus daar gaan we wat mee doen. Dus die klik ik aan. En dan wordt de laag wordt geopend. En dan kies ik ervoor om hem te openen in de MapViewer. En als ik de MapViewer open, dan is die even wat gecentreerd. Kan ik gelijk al kiezen van wat, op wat voor manier wil ik hem klassificeren. En dat wil ik doen op type zwerfafval. Dan doet die even over. En dan ziet u hier de drop-down menu, zeg maar de opties die we hebben gegeven. Moeten we weer op gereed klikken. En als we inzoomen op de laag, dan zien we de verschillende opgaves die we hebben gedaan. We zien hier de zwerfafval, plastic. En we hebben de andere hier zo, een type afval, kauwgom. Even kijken, hier hadden we nog een foto toegevoegd. Dat is de kartonfoto. Ik kan er nog voor kiezen om de bolletjes wat groter te maken of een andere kleur te maken. Dat kan u zelf bepalen. Als ik ze wat groter wil maken, dan klik ik hierop. En dan maak ik ze bijvoorbeeld 20. 20. Die anders die doet hij dan niet mee. Maar hier zien we dan een wat groter bolletje. Oké, gereed. Vervolgens willen we deze gegevens willen we presenteren aan de klas. Hè, zodat we een klasgesprek kunnen houden over waarom ligt nou op welke plek zwerfafval. Maar bijvoorbeeld ook aan ouders bijvoorbeeld willen zien wat hun leerling doet. Als ik de kaart opsla, klik ik hier op opslaan.
opslaan. De kaart is zwerfafval in Rotterdam. Het werkt eigenlijk hetzelfde als het met het maken van de survey. Dus de labels is hoe makkelijk kan ik de kaart vinden. En dan staan we natuurlijk ook gewoon even zwerfafval voor het gemak. De kaart is nu opgeslagen en kan eigenlijk met deze visualisatie altijd weer worden benaderd. Wil ik hem delen met anderen? Dan ga ik uiteraard naar het kopje delen. Want de kaart is op dit moment nog helemaal gesloten. Dezelfde opties weer, bepaalde groepen, misschien alleen met de school. Maar in dit geval wil ik hem met iedereen delen. Er is een laag in de kaart die nog niet openbaar is. Dus hij geeft nu gelijk aan van hey, die kaart kunnen we niet laten zien. Wilt u die ook open? Nou, dan druk ik op delen bijwerken. En zijn alle lagen die in de map zijn open. Nu is de kaart volledig gedeeld. En gaan we er een webapp of een storymap eigenlijk gaan we ervan maken. Dus klikken we op een webapp maken. En dan hebben we hier de keuze uit verschillende apps. Maar we kiezen voor een storymap. En u ziet hier een aantal verschillende storymaps. Dus kunnen eigenlijk elke kaart die u heeft gemaakt, kunt u in zo'n bepaalde storymap laten zien. In dit geval kies ik even voor de makkelijkste, voor de meest basic. En dat is de storymap basic. Een webmap maken, dat zal ook wel even duren. Deze gegevens, die vind ik helemaal goed. Eventjes wachten. En nu gaat hij de storymap aanmaken. En met vervolgens de storymap builder, zodat we nog een aantal dingen kunnen aanpassen. We kunnen bijvoorbeeld wat aanpassen aan hoe dit eruit komt te zien. Verschillende kleuren meegeven, het logootje van uw school. Of de app gedeeld kan worden. Wat ik eigenlijk altijd wel fijn vind is dat de legenda automatisch open staat als die opstart. Dus dan klik ik die aan. Moet ik even op opslaan klikken. En dan is dit het resultaat. Vrij simpel, met de legenda open en de verschillende plekken waar zwerfafval is gevonden. Als ik hem nog even wil zien hoe die er dan helemaal uit komt te zien, wat het eindproduct dan is, kan ik hier op openen klikken. En dan is dit de storymap die wij hebben gemaakt. Dan geef ik nu weer het woord aan Tom, zodat hij nog wat kan vertellen van wat kan ik hier nou verder nog mee? En, hoe kan ik dit... zelf ook nog een keer terugkijken. Ja, we hebben net gezien hoe we de storymap kunnen maken. Mocht u dat nou zelf ook nog eens rustig willen nakijken, dan hebben we dus lesmateriaal gemaakt waarop u kunt zien hoe je de storymaps kunt maken. Maar ook staat er lesmateriaal om het veldwerk te doen, dus ook de survey kunt maken. Hoe u vervolgens de resultaten in een kaart kunt visualiseren. En dus een storymap kunt maken. Dat is allemaal op de webpagina van het lesmateriaal te vinden. Nou, we bieden ook klassikale trainingen aan om eens rustig dit soort lesmateriaal te oefenen en ook vragen te kunnen stellen, klassikaal of met elkaar in bespreking te gaan wat voor ideeën er zijn en leuke ideeën voor in uw eigen school op te doen. Maar tenslotte hebben we een forum waarop docenten elkaar kunnen inspireren. Wij zetten daar zelf ook lesmateriaal op of ideeën op. En dat is eigenlijk het idee, is gewoon inspiratie opdoen, ideeën opdoen. Daarmee zijn we eigenlijk bijna aan het einde gekomen van dit webinar. We hadden als leerdoel om aan het einde van dit webinar te weten hoe u de mogelijkheden van ArcGIS voor op school kunt gebruiken om modern omgevingsonderwijs of veldwerk voor te bereiden en uit te voeren. Nou, met de drietrapsraket die Michiel net heeft laten zien, heeft u gezien hoe u met Survey 1-2-3 het veldwerk kunt voorbereiden en ook eigenlijk de data kunt inwinnen. Hoe u vervolgens de resultaten in ArcGIS Online in kaart kunt brengen. En vervolgens de kaart zelf in een storymap kunt verwerken als eindproduct. Ja. Nu is het eigenlijk tijd om vragen te stellen. Mocht u echter geen vragen meer hebben, maar later komt u nog, heeft u nog een vraag, dan kunt u altijd contact opnemen via onderwijs@esri.nl. Dan wens ik u nog een hele fijne dag. Bedankt voor het bezoeken van dit webinar.